allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kikker TV. We zitten vandaag met Kinderen van de Vlinder. Stel jezelf eventjes voor. Romy, Jasmijn en Bo. Oké, en we gaan eventjes naar Luna. Ja, ik zit hier met Stijn. Heb jij een leuk weetje voor ons? Ja, ik heb op het plastic afvaljournaal gezien dat er een wedstrijd was met plastic afval inzamelen. En hoe heet die wedstrijd? De afval te game. En die barst 9 maart los. Hier zit de link nog in het beeld om het Plastic Journaal aflevering te zien waarin dat allemaal verteld wordt. Kom, dan gaan we bij de rest zitten. Hey, en kan een van jullie misschien uitleggen wat het nou precies is, die wedstrijd? Er wordt allemaal plastic afval ingezameld door scholen. En als je zoveel mogelijk plastic hebt ingezameld, de school waar het meeste plastic wordt ingezameld, die wint de prijs. Alleen de prijs is nog niet bekendgemaakt. En welke scholen doen er allemaal mee? Onze school doet ook mee en dan een paar groepen. Maar ook allemaal andere scholen uit Schiedam. En je zegt andere groepen van jullie school doen eraan mee. Maar hebben jullie ook al bedacht dat jullie kunnen meehelpen aan deze wedstrijd? Zodat jullie school wint? We kunnen misschien lege flessen inzamelen. Plastic flessen van cola of zo, van Fanta. En nog andere manieren? Verschillende prullenbakken in huis zetten voor plastic om te scheiden en dan een papiertje te plakken wat is. Ja, heel slim. Nou, ik denk dat we even gaan kijken naar de reportage, want daar worden nog meer tips gegeven voor zowel de Kinderen van de Vlinder, maar ook voor de kinderen op de andere Schiedamse basisscholen. Hallo? Hallo? Ah, daar zijn jullie. Als vaste kijkers van Kikker TV hebben jullie vast al vorige week de speciale aflevering van het Plastic Journaal gezien. Even om je geheugen op te frissen. In het Plastic Journaal werd verteld over de wedstrijd Afval de Game, waaraan vanaf 9 maart alle basisscholen in Schiedam, zo ook de Vlinder, mee gaan doen. De bedoeling van deze wedstrijd is dat je samen met je school zoveel mogelijk plastic en verpakkingmateriaal inzamelt. In deze reportage laten we je zien wat je thuis en op school nu alvast kan doen ter voorbereiding op deze wedstrijd. Handig! Precies, je kan dus bijvoorbeeld organiseren dat de hele school in maart in de wijk afval gaat prikken, waarbij het afval scheidt en het plastic apart houdt. Dan heb je meteen 2 vliegen in 1 klap. De wijk schoon en plastic verpakkingsmateriaal verzameld voor Afval de Game. Het is wel handig als je een vuilniszak meeneemt en 2 handschoenen. Wat je ook kan doen, is met de hele school afspreken dat iedere klas een aparte zak voor plastic heeft. Zodat het ook afval in de klas gescheiden en verzameld kan worden. En vraag eens aan een juf of meester of de directeur of er één groot verzamelpunt in de school kan komen waar het plastic verpakkingmateriaal wordt verzameld. Bijvoorbeeld in de lerarenkamer of in de gang. Zodat het 1 keer per week naar de kunststofcontainer gebracht kan worden die bij je school hoort. Maar je kan natuurlijk ook thuis aan de slag. Zorg dat er in de keuken een aparte zak of bak is waarin je plastic kan verzamelen. Zodat je ook hier je afval kan scheiden en het verzamelde plastic kan weggooien in de kunststofcontainer. En spoor dan ook vooral je ouders, broers, zussen en misschien zelfs je buren aan om mee te doen met plastic afval scheiden. Zeg, wat mag er nou allemaal eigenlijk in een plastic bak? Deze chipszakjes bijvoorbeeld. Kijk, daar gaat het al fout. In de kunststofcontainer mag alleen maar plastic verpakkingsmateriaal. En ja, een chipszakje is toch echt een verpakking met aluminiumfolie erin verwerkt. Dus dat mag niet in de kunststofcontainer. En dan vraag je je af wat wel en wat wel mag en wat niet mag. We doen even een korte quiz. Doen jullie mee? Een plastic tasje. Een snoepverpakking. Een verpakking van de kaas. Nog een snoepverpakking. En een zakje van de pasta. Je krijgt even 3 seconden bedenktijd. Helemaal goed. Dit is puur plastic. De volgende. Piepschuimverpakkingen. Papier, doordrukstrips van medicijnen en karton.
Tja, dit mag weer niet in de kunststofcontainer. Knijpflessen voor sausen. Tandpasta-tubes. Shampooflessen. En deksels van de pindakaas. Tuurlijk, dit is plastic verpakkingsmateriaal. Op en top. Wil je nou precies weten wat er wel en niet in de kunststofcontainer mag? Kijk dan op plasticheroes.nl. Daar vind je deze poster. Kijk, dat is handig. Met deze tips kan er niks meer misgaan. Zijn jullie klaar voor de start? Succes met Afval de Game! Nou, dat was een hele handige reportage die jullie daar gemaakt hebben. Nu weten we wat wel en niet in de kunststofcontainer kan. Maar weten we ook hoe je schoolafval kan scheiden, maar ook thuis. Wat doen jullie nu al thuis trouwens aan afval scheiden? Nee, nou, weet ik niet. Volgens mij niet. Niet? Wij wel. Wij scheiden plastic afval in een speciale zak en die brengen we om de week. Nou, elke week brengen we dat naar de plasticbak. Want achter ons huis staat een plastic bak afval. Oké, super handig. En doe jij dat ook? Ja, thuis hangt naast de prullenbak hangt ook een plastic zak. En daar doen we dan al het plastic in. En voor de wijk staan ook allemaal containers. En daar moeten we dan de zak in doen met al het plastic. Oké, nou handig. En Stijn, bij jullie? Wij doen alle plastic in een bak en het GFT in een bak. Oké. Okay. Ik, hoe heet het? Plastic flessen, dat doen we wel meestal bij een winkel meestal in zo'n ding. Bij de supermarkt, in zo'n apparaat waar je dan gaat er doorheen en dan krijg je een bonnetje voor het statiegeld. Ja. Nou, dat is ook al een manier van plastic apart inzamelen. Ja, heel goed. Nou, ik denk dat we doorgaan naar de tip van de week. Ja. We gaan naar de tip van de week. Gooi niet al je afval weg. Sommige dingen kan je nog hergebruiken. Dat was een superhandige tip. En dan gaan we nu over op een ander onderwerp. Namelijk op restaurants testen door kinderen. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Ik vind het heel leuk dat ze dat doen en dat kinderen het mogen testen in plaats van alleen maar volwassenen. Nou, dat is super tof. Dan gaan we nu naar de reportage kijken die daarover is gemaakt. Hallo allemaal, ik ben Noah. En ik ben Janto. Vandaag gaan we voor het schavuit doelboek bij Brasserie's Stadhuis eten. Komen jullie mee? Goedemiddag, we hebben gereserveerd. Dat is mooi, kan ik uw jas aannemen? Mag ik met me meelopen? Wilt u alvast wat te drinken? Ja. Wat wil je drinken? Water. Water? Ik wil een chocolademelk. En een chocolademelk, warm of koud? Warm. Warm, met slagroom? Ja. Ja? We gaan natuurlijk dadelijk proeven hoe lekker het eten hier is. Maar als echte recensent... Restaurantbeoordelen dus. Ja, restaurantbeoordeler. Moeten we dus ook letten op de sfeer van het restaurant, op de bediening, de kaart, de presentatie van het eten en de wc. Wilt u me even excuseren? Ik moet mijn neus poederen. Dat is codetaal voor ik moet plassen. Het ruikt fris, ziet er ook schoon uit en het is ook voldoende ruimte. Even spieken in de hele toilet. Ziet er ook fris uit. Nou, nu gauw terug naar Janto. Zo, is de kaart er al? Wat heb je uitgekozen? Ik denk dat ik ga voor de erwtensoep en de hertenbiefstuk. Of zou ik gaan voor de tomatensoep? Nee, de erwtensoep en het hertenbiefstuk. Oh, lekker. Dat neem ik ook.
dat ziet er lekker uit. Ik zeg aanvallen. Niet voordat we de reportage hebben afgemaakt met de cliffhanger. Wil je weten hoe de hertenbiefstuk smaakte en hoeveel sterren de brasserie stadhuis van ons heeft gekregen? Zorg dan snel dat je een schavuitdubbel krijgt. Dat was denk ik wel een leuke reportage voor jullie om te zien. Want jullie herkennen natuurlijk de kinderen die mee hebben gewerkt aan het gevaarlijk of niet? Ja. Ja. Hey, en gaan jullie wel eens uit eten? Ja. Vertel. Ja. Ik ga naar soms naar de McDonald's als we ergens zijn geweest. En met mijn vaders verjaardag gaan we meestal ook naar een restaurant in Schiedam. Maar ik weet niet hoe die heet. Ik weet niet hoe die heet. En jullie? Maar... Meestal ook. Ja, zeg maar. Meestal... Als ik jarig ben, mag ik zelf kiezen wat ik ga eten en dan kies ik altijd de McDonald's. En heel soms gaan we ook gezellig met mijn gezin gaan we naar de beer. Sowieso favoriete frietenrestaurants? Ja, McDonald's. Okay. En nog andere restaurants waar jullie graag naartoe willen? Ik ga... Pizzeria's. Oh ja, ook lekker. Ik ging met mijn verjaardag ging ik ook bij de IKEA eten. Oh ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Daar zijn lekkere balletjes. Van die lekkere gehaktballetjes, ja, precies. Van de saus en zo. Hey, en als je dan nadenkt over Schiedam, zijn er dan genoeg restaurants? Of mis je misschien nog een bepaald restaurant? Nou, omdat Schiedam zelf nog best wel klein is, zitten er niet echt heel veel restaurants in. Want de beer, volgens mij, zit er niet. Burger King zit er wel. Burger King wel? Ja. Maar ja, als we even afstappen van de, frietrestaurants. Zijn er nog andere? Jij zei net al je pizza-restaurant, heb je ook? Dan wel veel. Zalig is er voor mij ook of zo. Ja? Zuma. En dus is er genoeg of zouden er meer restaurants? Nou, mij maakt het niet uit. Eigenlijk. Er zijn het ik vind het wel genoeg, want je kan toch niet in heel veel restaurants tegelijk eten. Ja, dat is waar. En je gaat sowieso niet elke dag naar een restaurant. Dus ik denk niet dat het heel erg vol zou zitten als je er maar twee hebt. Drie. Dus er is genoeg keuze? Ja. Ja. Nou, mooi. Ik denk dat we naar de kijkersvraag gaan. Ja, die van Eleonore, toch? Ja, zeker. En de vraag wordt beantwoord door Tom van het Geneve Museum. Ergens bij een molen in een straatje staan er vijf ergens naast elkaar met nooit gedacht zeerust en nog een paar anderen. Net zoals hier. Waarom is dat eigenlijk? Hallo, ik ben Tom, een van de drie stokers hier in het Geneve Museum. En ik denk dat ik een antwoord heb op jouw vraag. De namen op de panden, de zogenaamde branderspanden tegenover de molen, die staan daarop omdat men vroeger met straatnamen en huisnummers eigenlijk nog niet zoveel had. En daar komt bij dat de schepen die in de haven voeren en aankwamen, veel makkelijker een naam op het pand konden lezen als een huisnummer of een straatnaam. En die namen die werden eigenlijk door de eigenaars van die panden verzonnen. Dus Zeerust was een verzonnen naam, maar nooit gedacht kan een eigen naam geweest zijn, een achternaam van iemand. Ook de molens en het Geneve Museum zelf had een naam. Bijvoorbeeld hier heette het de gekroonde brandersketel, met een kroontje. En zo wist men dus eigenlijk precies dat pand tegenover de molen met die naam, daar moet ik zijn. Hoe komen straten aan hun naam en waarom is er gekozen voor de Vlaardingerdijk als straat in Schiedam? Dat was een hele mooie vraag. Weet jij het antwoord of heb je zelf nog een vraag die je in wilt sturen? Stuur dan een e-mailtje naar dit adres. Nou, dat was het alweer voor deze aflevering van Kikker TV. We hebben het natuurlijk gehad over afval de game. We hebben het nog even gehad over schavuit eten. Gaan jullie trouwens nog het schavuit doeboek halen? Ja. Ja, toch? Nee, maar wel, ja, ik ben hartstikke benieuwd hoe dat nou is afgelopen. Nou, en dan zeg ik voor de kijkers thuis en op school, tot de volgende keer. Doei! Doei.